De binnenstad van Paramaribo behoeft een gedegen aanpak. De aanblik moet in glorie hersteld en aantrekkelijk gemaakt worden voor lokale bezoekers en toeristen. In dit kader hebben de ministeries van Openbare Werken, Regionale Ontwikkeling en Sport en het bedrijfsleven middels een convenant de handen ineengeslagen. Het document werd op donderdag 16 december 2021 bezegeld. Het is donderdagmiddag en we zijn hier omdat we allen een stukje verantwoordelijkheid dragen. Het gaat erom, lieve mensen, dat wij onze mooie stad, want dat moet het uiteindelijk naartoe gaan, onze mooie stad, waar ook een deel van het uitgaanscentrum toe behoort, moet terug in een stukje glorie, in een stukje ontwikkeling. Als burgervader is het mijn plicht om ervoor te zorgen dat alle partijen gelijkgericht denken. Dat we meedenken. Natuurlijk moeten we met z'n allen meedoen. Het gaat om Suriname. En waar nodig ook meebeslissen. En ons als regering adviseren van kijk, dat is beter. Dat kunnen we liever niet doen. Enzovoorts. U weet allen dat onze binnenstad, hè, het is een deel van ons cultureel erfgoed. En daar moeten we heel zuinig mee omgaan. We weten ook dat in de afgelopen jaren stelselmatig er veel is gesproken, maar helaas, het is bij praten gebleven. We zien de lege panden, we zien een stukje verwaarlozing. En soms kan een kleine facelift al veel helpen. Een potje verf kost niet veel. We zien daar ook andere problemen. We zien problemen van mensen die zich dag en nacht daar op straat ophouden. Het heeft mijn aandacht. Ik probeer daar een oplossing voor te zoeken, structureel. Structureel praat ik met verschillende partijen. We weten ook dat onze binnenstad heel belangrijk is om te vertoeven. Niet alleen voor ons, lokale mensen, Surinamers, maar ook voor de mensen die van buiten hier komen. Ook zij moeten in een veilige, schone omgeving kunnen vertoeven. Men moet graag naar Suriname willen komen. Men moet graag in de binnenstad hun spullen kunnen kopen, hè? Denk ik aan de winkels. Ik denk ook aan dat de mensen ook makkelijker zouden kunnen lopen. De voetpaden, riolering, bij de minste regenval. Allerlei posts op Facebook hoe de Domineestraat eruit ziet. We gaan moeten werken aan een stukje ontwatering. En zo zijn er talloze problemen. We kijken naar de markt, ook daar probeer ik verbetering in te brengen. We kijken naar de mensen die op straat allerlei dingen verkopen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alleen kan ik het niet doen. Alleen kan de minister het ook niet doen met zijn deskundigen. We hebben elkaar nodig. We gaan het samen moeten doen. We gaan het samen moeten doen, zodat we eenduidig weten hoe gaan we het geheel transformeren naar datgene wat we allemaal willen. Het moet weer prettig vertoeven zijn in de binnenstad van Suriname. Derhalve zijn we vanmiddag hier om met elkaar een convenant te tekenen, zodat we committeren, dat we daadwerkelijk zeggen, na de ondertekening, we gaan het doen. Het is allemaal begonnen met een groep stakeholders van de binnenstad, ondernemers, die gewoon een paar maanden geleden aan tafel zijn gaan zitten en we hebben gezegd we moeten stappen ondernemen om samen met de overheid de neergang van die binnenstad gewoon een halt toe te roepen. Het is begonnen als een initiatief, er zijn wat gesprekken geweest en we hebben heel wat bijval gehad van mensen zowel op social media maar ook van andere ondernemers. Dat heeft ertoe geleid dat we een klein plannetje hebben gemaakt en heel veel dank aan de minister en ook de DC, maar met name de minister die zich binnen de kortste keren beschikbaar heeft gesteld voor deze werkgroep om de knelpunten waarmee wij dagelijks geconfronteerd worden te bespreken. En dan praten wij over een situatie waarbij we dus niet praten alleen als ondernemers en stakeholders in de binnenstad, maar het terugbrengen van de glorie, zoals de DC dat net zei, van de gehele binnenstad. Nou, dat hebben we al gedaan. In het document zijn vrijwel, was er heel veel overeenstemming. Er was heel veel overeenstemming ook met de horecasector. Er was veel overeenstemming met het ministerie van waar we naartoe willen. Dus er was genoeg draagvlak
om zo'n overeenkomst met een 15-tal punten in elkaar te stellen. Een paar belangrijke zaken die we willen aanpakken is om het gewoon de binnenstad weer aantrekkelijk te maken voor de mensen om lekker veilig te kunnen lopen, werken aan de verlichting, goede trottoirs, waterprobleem oplossen, noem maar op. Dat gaat straks worden aangehaald allemaal. Maar om af te sluiten, want we kunnen heel lang doorgaan hiermee. Het mooie van vanmiddag hier, en dat wil ik gewoon belangrijk wil aangehaald worden. We zitten hier met een groep mensen die allemaal nu dezelfde richting op willen. We hebben allemaal nu dezelfde doelstellingen. Wij staan open, en dat hebben we ook besproken, minister. Wij staan open voor andere organisaties die in de binnenstad bezig zijn om zich aan te sluiten. Wij hopen een masterplan te hebben voor wat er gebeuren moet, wat we willen, zodat elke tak, elke ondernemer, elke toeristengroep, iedereen op dat moment zijn eigen deel van zijn masterplan kan gaan uitvoeren. Ik wil nogmaals ieder bedanken dat we vandaag zover zijn om een overeenkomst te tekenen. En ik hoop dat we hierna de schouders onder het werk kunnen zetten en de plannen kunnen uitvoeren. Nogmaals, iedereen, hartelijk dank. De inleiding hebben al gehoord wat het belang is, et cetera. Maar ik was een beetje bang, en dan heeft het lang geduurd, ik was bang om een overeenkomst te sluiten. Want je weet, mensen in het bedrijfsleven zijn heel strak wat controle betreft. Maar het is gelukt en daar ben ik blij om. Want ik weet, in het bedrijfsleven wil men acties zien. Maar het moet ook gecontroleerd worden, het moet gemonitord worden. En je hele overheid is zwak. Daar was ik bang eigenlijk om overeenkomst te tekenen. Maar ik ga je zeggen waarom ik wel ervoor heb gepleit. Je hebt gezien, toen ik minister was, heb ik ook veel overeenkomsten getekend. Maar dat is het niet. Een overeenkomst moet gemonitord worden en nageleefd worden. Daarom wil ik dat hebben, want er was ook geen platform. En ik ben iemand, ik werk met documenten. Dus als we een referentiekader hebben, is het goed. En dan gaan we ervoor zorgen dat elk jaar, in feite hebben wij twee keer verplichte rapportage bij het ministerie van OE. Ik weet niet wat daarvoor gebeurd wordt, maar bij mij geldt dat echt. Ik heb gisteren nog verweringsbrieven gestuurd naar mijn afdeling zo. Door wie niet rapporteert moet verweren. Rapportage is verschrikkelijk belangrijk voor mij. Ik ga niet overal kunnen zijn bij alle 100 overeenkomsten. Ik moet de rapportage zien. Ze moeten zich verweren. Waar heb je niet gerapporteerd? Als je niet kan, plaats maken en dan hou je iemand anders zetten. Dus ook voor deze overeenkomst gaat er een speciaal persoon aangewezen worden. Die moet rapporteren zodat ik de vorderingen, wij allemaal de vorderingen zien. En daarom heb ik gepleit altijd, laten we een overeenkomst sluiten. Want dan kunnen we dat monitoren. Laat me ook zo zeggen dat we een aantal keren in de binnenstad hebben rondgelopen. En we hebben het besluit genomen omdat er een aantal dingen kwamen de afgelopen maanden. Eén was de workshops over groen beleid, klimaatverandering, etc. Maar we hebben gewoon besloten omdat er een bepaald directoraat is die al jaren heel actief is in de binnenstad. En dat is openbaar groene afvalbeheer. Dus we hebben namens het ministerie het directoraat, de directeur Bola, gemachtigd om voor ons deze overeenkomst te tekenen en te monitoren. Maar, we hebben rondgelopen, we hebben gezien er zijn problemen met gebouwen. Daarom is de directeur vertegenwoordigd van dat directoraat, Nick Alising. We hebben problemen met verkeer, infrastructuur, zebrapaden, verkeerslichten, weet ik veel wat nog meer. Is er iemand namens CTW hier? Niet? Oké, die kan er even niet bij zijn, maar het directoraat is vertegenwoordigd. En we hebben ook onderzoek die we doen. Je weet, bij dat grondonderzoek van afgelopen maanden had men instrumenten bij bomen gezet. Wie weet moeten we een instrument op jouw terrein zetten. Dus de directeur van het directoraat onderzoek en dienstverlening is hier. Want hij moet de middelen ter beschikking stellen als we willen verven of borden willen veranderen, weet ik veel wat nog meer. Dus wij zijn met een volledig ministerieel team, staan we achter deze overeenkomst. Verder is het zo dat, jullie weten het allemaal, is niet dat we morgen gaan starten, alsof er morgen niets gebeurd is. Al jaren investeert de overheid in de binnenstad en die bedrijven ook. Dus is niet dat ik met iets nieuws begin. Maar het moet beter en sneller. Ik denk dat sommige dingen kunnen snel. En zeker vanuit openbare werken heb ik publiekelijk bekendgemaakt. Als jullie iets hebben, tussen aanhalingstekens wil ik bijna zeggen, het mag allemaal. Maar als ze voor zijn, laat het snel weten, zodat die werkgroep gelijk die beslissingen kan nemen. Ik geef een voorbeeld. Deze weg, Kleine Waterstraat nog. Als dat bord van Sommers Dijkbord krom staat, bel OE alsjeblieft. Jullie mogen het zelf zetten.
Dat is wat ik bedoel. Dus laten we heel veel van de overheid, mogen jullie het zelf doen. Die burger mag het ook zelf doen. Want je gaat een jaar wachten, of misschien 2 jaar, en niemand gaat misschien bij je gesprek komen. Dus een deel van het werk gaan we afstoten binnen die overeenkomst, et cetera. En een deel willen we voortzetten. Die binnenstad is voor de regering ook verschrikkelijk belangrijk. We hebben gisteren beslist dat ik van gebouw, ik weet niet, van mij had jij dat ter sprake gebracht. We hebben gisteren besluit genomen. 1 huurcontract van het ministerie is stopgezet. En die gaat naar een ander gebouw. Huurcontract stopgezet, dat is verlies van geld. En die gaat weg van de binnenstad. En zo mag u weten de volgende volgt binnenkort. In het kader van, moet de overheid hier in de binnenstad, prime area voor toeristen, nog bezig zijn? Toch, ik heb deze ook een beetje voorbereid. Er is een kans. Maar wat ik heb gezegd, gaan we doen. En dit platform kan ook helpen. Ik zit bijvoorbeeld nog steeds met bedrijven te zoeken die voor ons willen investeren in die private parking. Dat is allemaal mogelijkheden. Goed, veel bedankt. Zeker het gros van het bedrijfsleven is vertegenwoordigd via een aantal van jullie hier. Bedankt voor die ondersteuning. En wij zorgen ervoor dat het een succes gaat worden. Alsjeblieft.